gebeurt hier allemaal? What the fuck is hier nou weer aan de hand? Hey, Mitch! Ho! Oh. Derek Tonet, is er een advocaat? Oké. Dankjewel, Aurelius. Hou ik meteen Do Not Curse erachteraan. Och, daar moet er een advocaat komen. Advocatenteam Uck en Duck. Oké, okay, we zijn zo terug. Tot zo op het HB. Oh, wat doe je? Wat doe je? Wat? Kom. We mogen wat is er aan de hand? Mee? Ja, we kunnen met de politie mee rijden. Ja. Kunnen we met de politie mee rijden? Hans, geef ons even een lift, joh. Omdat jij eerste bent geworden op ons even. Ja, we hebben jou laten binnen, Hans. Kom ja, ja, we hebben jou een steekpenning gegeven. Ik schijn nog wel in, want naar het HB. Politiebureau. Eerst naar het appartement. Ja, we moeten advocaat spelen voor Derek Donut. Maar Derek Donut is toch dronken thuis? Ja, daarom. Waar is Derek hij nou was dan? Opgepakt voor openbare dronkenschap. Dat meen je, hij was in zijn huis. Ja, hij is naar buiten gerend. Toen we hem achterlieten, is hij naar buiten gerend. Kunnen we deze auto niet pakken, die grijze? Ja, we pakken een hersenloze auto, fuck it, kom. Ja, hier zijn ook nog, of laat wakker, trouwens niet. We zijn, ik ben gewoon een keer vroeg begonnen. Oh shit! Oh shit, kijk uit! Kom naar het politiebureau. Dirk Donis heeft last van alcohol, volgens mij ook. Nou, ren naar voren. Pas op voor Inge. Ze hebben hakken aan. Ja, maar die zijn messcherp. Speciaal voor dit soort gelegenheden. Shit, ja. En het ging helemaal mis ook. Kom, Roy. Hans, je bent echt mijn favoriete agent. Gelukkig is er een ambulance. Oh, ja. Sorry, de politie. Zorg heel die politie in de lucht invloog of niet? Dat weet ik veel. Wat... Oh, meneer! Gaat het? Gaat het alles goed? Ja, ben juist een paar keer overreden door mijn collega en ik ben door een. Ik vind het echt niet normaal, ik zag het gebeuren, oprecht. Kan ik iets voor je doen? Nou, nee, dank je. Ik denk naar bed toe. Ja, snap ik. Het is ook een zware dag zo, hè? Ja, ik heb de hele tijd op de motor gereden. En daarna ben je nog aangereden ook nog, door je collega's. Ja. Met ongeveer 50 km per uur. En ze reden gewoon door zonder te stoppen of je oké was. Ja, die zei sorry collega, hup, weg. Ja. Niet kunnen. Maar ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Ik snap het ook niet. Iemand stuurde een bericht dat het hier uit de hand liep. Ja, het is volgens mij nog steeds uit de hand aan het lopen. Ja, meneer de agent, gaat alles wel goed met u? Ja, nee, halve rug kapot. Ja, ik zag het gebeuren. Dat is niet zo collegiaal van uw collega's natuurlijk. Nou, nee, daar hou is joh.